Hoe word je een spreker of life coach? In deze video wil ik je een aantal tips en tools meegeven om voor jezelf te starten en het ook vol te houden om een spreker of life coach te zijn. En allereerst wil ik jou een groot compliment geven. Het feit dat jij de ambitie hebt om een spreker of life coach te worden, dat betekent dat je de ambitie hebt om je leven in het teken te stellen van het helpen van andere mensen. Van het leveren van een contributie en het zorgen dat andere mensen de kwaliteit van hun leven verhogen. En dat is een prachtige ambitie, dus daarbij bij deze pet je af. Nou, mijn naam is Pim Jansen. Mocht je mij nog niet kennen, ik werk als internationaal gecertificeerd NLP-trainer en als NLP-mastercoach. En mijn missie in het leven is eigenlijk om zoveel mogelijk mensen te inspireren om meer uit hun leven te halen. En dat doe ik zowel door het verzorgen van NLP-opleidingen, waar ik mensen in 15 dagen alle tools meegeef om hun eigen persoonlijke ontwikkeling te versnellen. En ook een aantal praktische coaching tools meegeef, zodat ze na de opleiding direct in staat zijn om hun eigen coachingpraktijk te starten. En ik doe het door het geven van meerdere trainingen, zowel online als ook fysiek. En het coachen van mensen om alles uit zichzelf te halen. En het eerste advies, de eerste tip die ik je wil meegeven, is verbind je met jouw missie. Waarom dit als eerste? Omdat als je kijkt naar het werk van een life coach of een spreker, dan lijkt het in eerste instantie wellicht heel makkelijk of heel glorieus. Dan denk je, als je bepaalde sprekers ziet, dan denk je misschien, wauw. Zo'n grote spreker, zo'n Tony Robbins of een Les Brown of andere bekende grote namen. Die geven een uurtje een presentatie. En dan krijgen ze een ton, krijgen ze daarvoor betaald. Dan kan het zijn dat je denkt, zo, nou dat zou ik ook wel willen. Een uurtje spreken, een uurtje werken en daar een ton betaald voor krijgen. Nou, doe mij dat ook maar. Alleen de realiteit van het werken als spreker of life coach is toch wel echt heel anders. Zeker in het begin. Het is en gewoon heel hard werken. Als je mijn leven de afgelopen jaren zou bekijken, dan merk je dat ik door de week In ieder geval van 9 tot 5 werk, meestal meer. En praktisch ieder weekend een training aan het geven ben. Dus praktisch ieder weekend van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds volle bak bezig ben. Dat betekent dus bijna nooit meer gaan stappen of leuke dingen doen in het weekend. Want dit is wat ik leuk vind. Dus de missie verplaatst hetgene wat ik vroeger leuk vond om te doen in mijn vrije tijd. Het is niet dat ik nooit vrije tijd heb. Hè? En als spreker en life coach wil je zeker ook je vrije tijd creëren voor jezelf. Want je hebt het helemaal zelf in handen. Alleen het is wel iets waar je keihard voor wil gaan. Zeker in het begin. Dan heb je gewoon echt eventjes je eigen brand, je eigen naam op te bouwen. En er is nog iets. Namelijk het werken als spreker of life coach kan ook heel confronterend zijn. Namelijk de effectiviteit waarmee je werkt. Het resultaat dat je behaalt voor andere mensen is voor een heel groot deel afhankelijk van jouw eigen overtuigingen. Van jouw geloof, kan ik dit wel? Ben ik wel goed genoeg? Kan ik andere mensen wel helpen? En je zal merken, je gaat constant je eigen overtuigingen tegenkomen. En dat is prima, want dat is een heel mooi iets. Je leert er namelijk gigantisch veel van. En dat zorgt ook dat wanneer je werkt als spreker of life coach, dat jouw eigen persoonlijke groei ook in een stroomversnelling terechtkomt. Want elke dag is weer een moment dat je leert. En je leert van je publiek. Je leert van de mensen waar je mee werkt. Alleen, je hebt daar wel bereid toe te zijn. En daarom is het zo belangrijk om te verbinden met jouw missie. Als je namelijk het gevoel hebt van, nou weet je, ik wil gewoon mijn eigen bedrijf beginnen. Ik wil niet meer voor een baas werken. En ik wil daar een heleboel geld mee verdienen. Hoewel ik je moreel niet zal veroordelen dat je die ambitie hebt, dus prima, gaat dat je niet de drive geven om te doen wat er nodig is om een succesvolle spreker of life coach te worden. Daarvoor heb je je echt te verbinden met je missie. Daarvoor heb je te weten van, hey, mijn missie is om op een bepaalde manier een contributie te leveren voor andere mensen. Hoe je dat dan ook formuleert. Mijn eigen missie is om zoveel mogelijk mensen te inspireren om meer uit hun leven te halen. En dat is iets wat terugkomt in praktisch alles wat ik doe. Want ik zie het als een zoektocht om mijn eigen leven
zo geweldig mogelijk te maken. Om continu te kijken van, hey, hoe kan ik mezelf zo gelukkig mogelijk maken? Hoe kan ik zoveel mogelijk liefde, plezier, geluk in mijn leven ervaren? Hoe kan ik zoveel mogelijk andere mensen in dat proces helpen? En hoe kan ik ervoor zorgen dat dat een inspirerend voorbeeld is waarvan andere mensen het gevoel hebben van, hey, ja, juist doordat ik dat zie, krijg ik de motivatie om zelf ook die stappen te nemen. En als je door zo'n missie gedreven wordt en dat in iedere seconde, in iedere dag van je leven terugkomt, dan ga je merken dat dat je ook de drive geeft om dit echt te doen. En dat dit je ook de passie geeft om die lange dagen te maken. Om soms 10 of 12 uur op een dag achter elkaar door te gaan. Omdat je merkt van, hey, dit is hetgene wat ik graag wil doen. Als je soms trainingen van mij bekijkt, dan zou je denken, hoe in vredesnaam kom je erbij om van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds bezig te zijn? Want zelfs als een training bijvoorbeeld om 10 uur begint 's ochtends en om 7 uur afgelopen is, reken maar dat je er dan echt wel die hele dag mee bezig bent. En dat is gewoon door die drive, door die passie, doordat ik het ontzettend gaaf vind om te doen. Dus zorg ervoor dat je je verbindt met die missie. Tweede advies is verbind je met gelijkgestemden. En dat wil zeggen, zoek mensen om je heen die dezelfde ambitie hebben. Die op dezelfde manier naar de wereld kijken. Namelijk, het werken als spreker of als lifecoach, dat is iets wat vrij uniek is. Er zijn maar weinig mensen die de ambitie hebben om hun leven werkelijk in het teken te zetten van het helpen van andere mensen. Om te zeggen, weet je wat, ik ga alles doen wat er voor nodig is om zoveel mogelijk andere mensen te kunnen helpen. Of om mensen hun zwaarste obstakels te laten overwinnen. Of om mensen te helpen om alles uit zichzelf te halen. Ja, dat is vrij uniek. Hoewel er de afgelopen jaren steeds meer sprekers en lifecoaches bijgekomen zijn, zou je toch, als je in je omgeving kijkt, in een gemiddelde omgeving, zou je het niet zo snel tegenkomen. En het kan zijn dat je omgeving daarin dan ook niet supportive is. Dat ze denken, ja, goh, waarom zou je al die moeite doen? Waarom zou je voor jezelf willen beginnen? Waarom zou je dat risico nemen? Kan je niet gewoon beter een 9 tot 5 baan nemen en gewoon je ding doen? Ja, gewoon rustig voor comfort kiezen? En wie denk je eigenlijk wel dat je bent? Dat je andere mensen kan gaan vertellen hoe het zit of hoe ze hun leven kunnen leven. Ja, als je dat soort stemmen om je heen hoort, hoewel je daar ook van kan leren, kan je het gevoel hebben dat je tegenhoudt. Dat ze een soort blok aan je been zijn. Ja, en dan heb je dus voor jezelf wel heel bewust te kiezen van, hey, hoe kan ik in ieder geval die gelijkgestemden om me heen creëren, zodat ik continu gedreven word om meer uit mezelf te halen. Als ik naar mijn eigen leven kijk, ik heb de afgelopen jaren heb ik steeds meer mensen om me heen verzameld die met hetzelfde bezig zijn als ik. En een aantal van mijn beste vrienden die zijn werken zelf ook succesvol als trainer of als coach. Een aantal van mijn vrienden die hebben wellicht een andere ambitie, alleen zijn nog steeds open-minded en zijn nog steeds heel erg supportive, omdat ze wel de missie hebben om zoveel mogelijk uit hun leven te halen en op een bepaalde manier een contributie te leveren. Dus dan merk je dat je toch heel erg op één lijn zit en elkaar daarin kan stimuleren. En mijn derde advies in deze video is verbind je met je publiek. Een van de belangrijkste elementen om mensen effectief verder te kunnen helpen en ook om jouw klanten aan te kunnen trekken, om ervoor te zorgen dat je inderdaad voor een publiek kan staan of dat je inderdaad heel veel mensen één op één zou kunnen helpen, is om echt te weten wie het zijn. Wie is je publiek? Zorg ervoor dat je ze zo goed mogelijk kent. Dat je weet, wat zijn hun verlangens? Wat zijn hun obstakels? Wat geloven ze? Wat vinden ze belangrijk? Want hoe beter je die connectie kan opbouwen, hoe meer verbinding je hebt met je publiek, hoe meer je publiek ook het gevoel heeft van, wauw, dit is iemand die snapt mij. Die snapt wat er met mij aan de hand is. En dat is ook het moment dat iemand bijvoorbeeld zal aangeven van, hey, ja, ik wil die stap zetten om met jou een coaching traject aan te gaan. Ja, daarvoor is gigantisch veel vertrouwen nodig. En daarvoor is het zo essentieel om te verbinden met je publiek. Nou, hoe doe je dat nou? Er zijn natuurlijk talloze manieren. Hè? Er zijn een heleboel in de marketingwereld zijn een heleboel methodes van onderzoek om erachter te komen, wat wil mijn doelgroep nou? En ik denk dat dat allemaal hele belangrijke, waardevolle methodes zijn. En tegelijkertijd geloof ik zelf ook dat je het meeste leert in de praktijk. Dus dat je het meeste leert door het gewoon te doen.
Desnoods, als je op dit moment nog geen klanten hebt, dan bied je gewoon je coaching gratis aan. En toen ik zelf mijn NLP Practitioner opleiding zelf volgde, 7 jaar geleden, wat ik toen deed is ik stuurde een bericht naar alle vrienden en vriendinnen ongeveer, die ik, nou ja, niet allemaal, maar een stuk of 30 vrienden en vriendinnen die ik had. En ik bood ze aan, hey, zullen we samen gaan oefenen hiermee? Kan ik je helpen door een aantal NLP technieken op je toe te passen als experiment? Nou, daarvan zeiden er een stuk of 20, zeiden ja, prima. Dus ik had 20 afspraken staan om te gaan oefenen met NLP. En dat was voor mij een van de eerste momenten om en de vaardigheden echt onder de knie te hebben, de coachingsvaardigheden, en om erachter te komen van, hey, wat speelt er bij anderen? Wat hebben anderen voor doelen? Wat hebben anderen voor obstakels? Wat geloven ze? En hoe kan ik ze verder helpen? Na dat moment, voordat ik zelf NLP trainer werd, heb ik ervoor gekozen om 7 keer bij een NLP practitioner opleiding te assisteren. Dat wil zeggen, ik heb er 7 keer voor gekozen om 9 dagen achter elkaar, nu is de opleiding 15 dagen, toen was die nog 9 dagen, om 9 dagen te investeren om mensen te helpen. Omdat ik wist van, hey, dat is de beste manier waarop ik dit en de stof onder de knie kan krijgen en waardoor ik echt mensen kan leren kennen die alles uit zichzelf willen halen en er echt kan achterkomen van, hey, wat zijn hun doelen, wat zijn hun obstakels, wat geloven ze, wat vinden ze belangrijk? Om nog beter te weten hoe ik mensen zelf verder kan helpen. En ik merkte inderdaad dat toen ik zelf begon als NLP-trainer 3 jaar geleden, dat het me enorm hielp. Want hoewel ik pas begon als NLP-trainer, had ik wel al gigantisch veel ervaring in het coachen en begeleiden van de opleidingen. Waardoor ik precies wist wat voor mensen de belangrijkste obstakels waren. Wat mensen hun doelen waren. Wat ze eruit wilden halen. En uiteraard, door dat te blijven doen, krijg je er steeds meer en meer ervaring in. Dus als je nog niet werkt als coach of als spreker, zou ik je het advies willen geven. Ga zoveel mogelijk het gesprek aan met jouw publiek. Ga zoveel mogelijk naar seminars of naar trainingen toe waar jouw publiek zich bevindt, zodat je daarvan ze kan leren. Niet alleen van de persoon die op het podium staat, daar kan je van leren, maar ook van de mensen in de zaal. Zowel wat je van hun kan leren, maar ook als daar je doelgroep zich bevindt, hey, wat kan je dan van ze leren in de zin van wat hun doelen zijn, wat hun obstakels zijn, hoe jij ze eventueel verder zou kunnen helpen en waar ze dan echt behoefte aan zouden kunnen hebben. Goed. Dat waren zo 3 adviezen voor deze video. Uiteraard, als je de volgende stap wil maken en serieus aan de slag wil gaan als spreker of als lifecoach, dan raad ik je aan om daarmee serieus aan de slag te gaan. Een manier waarop je dat zou kunnen doen is bijvoorbeeld door het volgen van een opleiding. Ik geef zelf de NLP Practitioner opleiding, dus een opleiding van 15 dagen, waar ik mensen verschillende tools meegeef om effectief te kunnen coachen. Om bijvoorbeeld een effectieve structuur van een coaching sessie te creëren, zodat je precies weet hoe je een coaching sessie kan beginnen, wat je in het midden kan doen, wat je aan het einde kan doen, hoe je het effectief kan afsluiten. En hoe je bijvoorbeeld door middel van taal mensen effectief en positief kan beïnvloeden. Of hoe je door middel van taal direct naar de kern van de issue kan komen. En andere tools die ik mensen aanleer zijn visualisatietechnieken. Allerlei krachtige NLP-technieken om bijvoorbeeld fobische reacties te overwinnen, meer zelfvertrouwen te krijgen, om bepaald gedrag mentaal voor jezelf te oefenen, om conflicten in jezelf op te lossen en te helen en nog heel veel andere mooie technieken. Dus dat is bijvoorbeeld een optie om een opleiding te volgen. Veel mensen geven ook aan dat ze na het volgen van een opleiding gelijk het vertrouwen hebben. Ja, omdat ze met een diploma direct het gevoel hebben van, hey, nu kan ik ook echt aan de slag en nu verwacht de markt ook dat ik inderdaad mezelf een coach noem. Dus dat is een optie. In ieder geval wil ik je het advies geven om jezelf serieus te nemen en een plan voor jezelf te creëren hoe jij dit succesvol gaat opzetten. Bij deze wens ik jou vandaag een fantastische dag toe. En als je dit een waardevolle video vindt, denk er dan aan om eventjes te abonneren op mijn YouTube-kanaal en eventjes op het belletje te klikken, want alleen dan ontvang jij als allereerste nieuwe video's. Laatste wat ik nog even mee wil geven is, ik doe regelmatig een webinar over het spreken in het openbaar en hoe je succesvolle spreker kan worden. Omdat ik ook heb ervaren dat spreken in het openbaar een van de meest krachtige tools is om ook jouw coachingpraktijk te vullen.
Omdat op het moment dat je spreekt in het openbaar, zet je jezelf direct als expert neer. En dat zorgt ervoor dat mensen makkelijker van jou kunnen leren, dat ze het vertrouwen kunnen opbouwen, dat ze alvast een band met je op kunnen bouwen. En dat jij daar ook echt staat als expert, waardoor je veel makkelijker met mensen een coachingtraject aan kan gaan. Dus als je die webinar wil volgen, die vind je hieronder, vind je het linkje. En als je op dat linkje klikt, dan zie je direct de eerstvolgende datum dat de webinar beschikbaar is. Dus bij deze nogmaals een prachtige dag toegewenst en we zien elkaar snel. Ciao!